Hallo, leuk dat jullie weer naar mijn filmpje komen kijken. Vandaag laten we jullie zien hoe ik deze kaart heb gemaakt. Van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat je het kan zien, maar ik heb met de Sparkle Embossing Folder Heat Embossing gedaan. En dat laat ik even zien hoe ik dat heb gedaan. Ik heb de bloemetjes gemaakt van de... Ik leg hem even hier neer. De bloemetjes heb ik gemaakt van de Falling Flowers. Die heb ik gestempeld in Peekaboo Peach. En uitgestanst met de Mayflower Frame Lids. De tekst komt uit de Koop je eigen geschenk stempelset. Daar vind je heel veel leuke stempels voor cadeautjes. En ik heb de Swirly Scribbles Tin Lids uitgebruikt voor de Mint Macaroon Cirkel. Ik ga eerst de embossing even doen. Daarvoor heb ik een stukje Whisper White cardstock nodig, de Versamark inkt en de Sparkle embossing folder. Als je de folder hebt, dan heb je aan één kant de plusjes die erop zitten en aan de andere kant erin. Deze kant gaan we gebruiken. Je gaat Versamark inkt, ga je stempelen op je embossing folder. En dan druk je hem af op je Whisper White cardstock. Daarna pak je de witte embossing poeder. Mijn doosje wil niet zo goed open. En die strooi je eroverheen. Hier zie ik een filmpje even gaan. Er zit een haartje erbij. Dat ga je dus heet maken met de heat tool. En dan komt het op de cardstock. Even een boeien van me. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Maar ik heb dus de bolle kant van de embossing folder gestempeld met Versamark op dit kaartje. En dit is de basis. Dit kan je doen met elke embossing folder. En het is een ontzettend leuk effect. Ik heb nu wit gedaan, maar het is misschien ook leuk om dat met goud of zilverkleur te doen. Daarna heb ik de Scribbles, Swirly Scribbles tin lids gebruikt om dit leuke rondje te maken. Die plak ik op met de fine tip glue pen. Ik ga de bloemetjes stempelen met Peekaboo Peach en de stempels uit de Falling Flowers. Het kleine bloemetje ga ik ervoor gebruiken. Aan de stempeltjes zitten puntjes. Daar kan je zien dat je de framelits die erbij passen aan de bovenkant of goed kunt zien hoe je die erop moet leggen. Dus zorg ervoor dat je dit puntje aan de bovenkant houdt.
op de framelits zit ook een puntje. En dus kan je hem er zo opleggen. En door de Big Show doen, dat heb ik al gedaan. Dus krijg je twee bloemetjes. En ik heb de tekst van me gestempeld met Basic Black inkt. En die komt uit Koop je eigen geschenk stempelset. Deze set is fotopolymeer. En soms wil het niet zo goed stempelen als je gewoon op papier onder de grond hebt. Dus ik doe altijd even een ik kan niet op de naam komen. Piecingmat eronder. Dan stempelt het beter. Het strookje is 1,5 centimeter breed ongeveer. 1,3 volgens mij. En 10,5 centimeter breed. En daar past precies de stempel op. Niet wiebelen met je stempels. Want dan krijg je dus een schaduw in je stempel. En dat is zonde. De zijkant heb ik uitgeponst met de Banner Punch. Helaas niet meer te verkrijgen, maar nog steeds leuk om te gebruiken. Vast een bloemetje onder de waar het touw straks komt. Boven de rondjes, kribbel. Ik weet niet hoe ze het noemen. Dan pak ik een stuk dik bakers twine en dat draai ik hier omheen. Het is een beetje moeilijk om een rondje van te maken, maar ik doe het even zo. En ik niet dat even vast aan de kaart. Daarop komt het strookje, van harte gefeliciteerd. Die plak ik vast met dimensionals. En het andere bloemetje plak ik er ook op met een dimensional. Deze plak ik op een, dit is gewoon Whisper White cardstock. En die plak ik op een basiskaart van Whisper White Thick cardstock. Met dimensionals. Vier of vijf is genoeg. Je hoeft niet de hele kaart vol te plakken.
met dimensionals. Ik plak nog wat blue dot of sequins op de kaart. Die kan je in verschillende kleuren kopen bij andere winkels. En dat doe ik met de blue dot. Ik plak de glue dot op de kaart. En daar plak ik de sequins op. En klaar is je kaart. Ik hoop dat je deze techniek leuk vond. En heb je vragen erover, dan hoor ik het graag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.